of heel te lang. Oké. Goedemiddag, avond, nacht, whatever. Wanneer u kijkt, hier in de studio zit Wico Valk. Hij is bouwkundig ingenieur slash architect. Wat is het verschil tussen die twee? Nou ja, eigenlijk is het niet zo'n groot verschil, maar een architect ontwerpt meer en een bouwkundig ingenieur is meer met de technische kant van het vak bezig. Die zorgt dat het ontwerp niet in elkaar stort. Precies. Om het maar zo te zeggen. Dat het gebouwd kan worden ook vooral. Ja. En ik heb beide eigenlijk gedaan. Voor de crisis was ik meer architect, meer ontwerpend bezig. En na de crisis werd alles anders. En ben ik nu meer in de uitwerking bezig. En dan bedoel je de crisis? De economische crisis. Na 2008. 2008, 2009, Dat heeft enorme invloed gehad. Zeker, Want de mensen die gokken met geld, die hebben er vreselijk veel aan verdiend. Dus maar de gewone werkers niet. Ik heb een heel mooi architectenbureau. Jij bent ook voorzitter van de stichting 11 september. Klopt. Wat is precies het doel van die stichting? Het doel is eigenlijk het publiek informeren. Dat is heel belangrijk. Maar het uiteindelijke doel is dat we toch voor elkaar krijgen dat we een juridisch onderzoek komt. En internationaal van onderzoek. Experts. En we samenwerken met internationale experts die samen dan precies. Proberen de feiten die niet onderzocht zijn, klopt. Om die nu eens een keer serieus te laten onderzoeken. Juist. Ja. Want wat er is gebeurd is aantoonbaar frauduleus, slecht en hebben ons niet verder gebracht. Waar denk je dan met name aan? Je hebt natuurlijk twee belangrijke documenten. Dat is de 9/11 Commission Report. Ja, die is afgedwongen, ja. Ja, die uiteindelijk, dat duurde heel lang voordat die er pas kwam, dat die commissie er kwam. Die hebben eigenlijk niet eens de instorting weergegeven, beschreven, uitgelegd. Ja. En je hebt dan het FEMA report, daar hebben ze jarenlang over gedaan. En daar valt ook van alles over te zeggen. Maar in ieder geval hebben ze geen verklaring kunnen geven, of geen goede verklaring, in onze ogen dan, voor de instortingen. Zij hebben bijvoorbeeld helemaal niet onderzocht of er explosieven zijn gebruikt. Dat vonden ze onnodig. Dat is totaal niet onderzocht. Nee, dat is niet onderzocht. Terwijl je heel veel mensen hebt, die getuigen en ook brandweerlieden, die zeiden boem, 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 boem. Klopt. Elkaar. Er zijn meer dan 100 getuigen geweest die dat hebben verklaard. Ja. En dat zijn niet in geen enkel rapport gekomen. Nee. Dus dat is heel vreemd. Maar ook journalisten verklaren die ter plaatse zijn, die verklaringen. We hebben heel veel ontploffingen gehoord. En dan nog is de journalistiek niet geïnteresseerd in dat dan maar eens te onderzoeken. Vreemd, hè? Ja, en bovendien, het is ook voorschrift. Dus de brandweer schrijft voor dat altijd bij zulke rampen moet er onderzocht worden of er explosieven zijn gebruikt. En het is gewoon niet gebeurd. Want anders is een mogelijkheid. Je kan het niet zomaar wegstrepen. Hoe kan dat? Hoe kan het buiten beschouwing is gelaten, terwijl het een buitengewoon belangrijk onderdeel van het geheel is? Laat ik het anders vragen. Is er een gebouw in de wereld geweest die net zoals de Twin Towers, de World Trade Center, met de snelheid van bijna de aantrekkingskracht van de aarde in elkaar is gestort? Nee, dat is volgens mij nog nooit gebeurd. In ieder geval niet van die grootte, niet van met een stalen constructie. En overigens, het zijn er 3 torens geweest. De WTC-7. Ja, precies. Ja. Maar dat is nooit eerder gebeurd? Nee. Er zijn torens geweest die langer gebrand hebben, niet ingestort zijn. Gedeeltelijk, soms, maar niet in zijn geheel. En dat is op 11 september wel gebeurd. En die torens, waar stonden die? In andere landen? Ja, in Hongkong heeft er 1 gestaan. Ja. Mexico is er ook een toren geweest die in de brand heeft gestaan. Een hotel, geloof ik. Ja. En die is niet ingestort. Hij heeft heel lang gebrand. Ik geloof zelfs meer dan een dag. En staal is ook uitermate geschikt om weerstand te bieden tegen brand. Je moet het natuurlijk wel isoleren, maar het mooie van staal is dat het heel geleidelijk instort. Zeker als het plaatselijk verhit wordt. Dan verliest het plaatselijk zijn kracht. Ja. En dan gaat het allemaal heel geleidelijk. En niet zo explosief als we gezien hebben bij torens 1 en 2. En niet zo snel ook. Ik geloof in 8 seconden of hoe lang was het dat het in elkaar stort? Ja, 9 en 11 seconden zeggen ze. 9 en 11 seconden. Maar in ieder geval binnen de 14 seconden hanteer ik altijd maar. Maar wacht even. Dus die stort met een ongekende snelheid stort
een gebouw wat er speciaal op was gebouwd, ook op de inslagen van vliegtuigen. De constructeur heeft verklaard dat, dat ze er rekening mee hebben gehouden. Dat is een Japanner was dat, geloof ik. Hè? Dat was de architect. De architect Leslie Robinson was de constructeur en die heeft verklaard, er zijn ook video's van, dat ze daar gewoon rekening mee hebben moeten houden ook, omdat er wel eens wat gebeurde. Ja, het was wel eens een keer eerder, was er een in de Empire State Building. Vlak na de oorlog. Ja? Ja, een bommenwerper ging daar naar binnen. Het was weliswaar iets anders geconstrueerd, wat meer kolommen, beton meer. Maar ze hielden daar rekening mee, want met mist kon het, en het waren natuurlijk hele hoge gebouwen, dus met mist kon het wel eens misgaan. Dus dit is een absoluut unieke gebeurtenis geweest, 11 september 2001. Ja. Deze wijze is uniek. Dan mag je aannemen dat de deskundigen en de mensen die ook aangewezen zijn om te gaan onderzoeken, dit als uitgangspunt hebben genomen. Hoe kan het dat een gebouw in elkaar stort, terwijl het nooit eerder door brand zo in elkaar is gestort? Maar weet je, op dag 1 werd er al gezegd, het waren moslimkapers, het zijn de vliegtuigen geweest en dat is de oorzaak. Dus we hoeven eigenlijk niet verder te zoeken. Dag 1 al waren er verschillende hoge regeringsleiders die dat verkondigden. Ja. En het is sindsindien nooit meer geleiders. Israëlische ook. En Ehud Barak heeft bijvoorbeeld op diezelfde dag het verklaard. Was er nog iemand die onze Amerikaanse ambassadeur, hoe heet hij ook alweer? Bremer. Paul Bremer, precies. Paul Bremer, ja. Die later onder koning van Irak wordt. Klopt. Daar klopt. Gigantische puinhoop veroorzaakt. Die was ook degene die op dag 1 verklaarde dat het die daders waren en dat het waarschijnlijk Osama Bin Laden was. Scenario dat lag al klaar. Lag al helemaal klaar, ja. Dus wordt er dan onderzocht? Maar dan ben je, kijk, je bent een vakman en je hebt aan de universiteit of een technische hogeschool gestudeerd en je krijgt daar, je bent van de NIST. Wat was dat eigenlijk precies? NIST? National Institute of Standards and Technology. Eigenlijk de Hollandse TNO, de Amerikaanse TNO. Dus echt een prestige organisatie. Ja, maar wel een overheidsorganisatie, of in ieder geval, ja. Ja, maar ja, wel een naam te hoog te houden. Ook dat. Ook okay. Dat. Ja. Het hoofd daarvan, die verklaart van ontploffingen, daar weten we niks van. Daar hebben we niet gehoord. Er heeft niemand ze hebben gezegd van, dat hebben we niet onderzocht. Ja, maar in eerste instantie wordt hij geconfronteerd ook, tijdens een bijeenkomst, door een gewone burger en die zegt, luister eens, er zijn brandweermensen, die hebben gezegd, nou daar weet ik niks van. Nee, precies, en de poelen van gesmolten staal had hij ook niet gezien, had hij niks van gehoord, zei hij. En dit is het NIST, dus het DNO van de Amerikanen. Ja. Dan ga je toch, dat doe je toch niet. Ik bedoel, dan ga je als journalist toch zeggen, luister eens, dit beste man. Dat kun je niet, publiekelijk kun je niet vertellen. Dat is ook gefilmd overigens. Ja, klopt. Publiek kun je niet vertellen dat er geen dat je niets weet van ontploffingen. Interessanter is eigenlijk die vrije valsnelheid van toren 7. Dat is wel leuk, want in het begin zeiden ze van, het is zonder explosieven ingestort. Er is geen vrije val geweest. En er is David Chandler is er geweest, een natuurkundeleraar. Die heeft met videobeelden aangetoond dat er 8 seconden lang vrije val was. Ja. Nou, in een intact gebouw, ook al is het gebrand, staat het in brand, kan het niet zijn dat het met vrije val instort. Want het zou betekenen dat de hele draagstructuur in één keer zou verdwenen zijn. Of tenminste geen tegenstand. Geen tegenstand en 8 verdiepingen lang. En dat hebben ze toe moeten geven. Ze hebben uiteindelijk toe moeten geven dat er 2,5 seconden is geweest waarbij een vrije val heeft plaatsgevonden. Nou ja, eigenlijk, dat kan gewoon helemaal niet. Dus ja, ze moesten wel, maar daar is ook weinig mee gebeurd. Maar hoe heet het? Dus de eigenaar, Larry Silverstein, die zei van... spoel het. Dus we hebben hem via, hoe heet het ook, controlled demolition, hebben het gebouw laten instorten. Ja. Ja, dat zou veiliger zijn, want we hadden al zoveel had ik met de brandweer afgesproken. Precies, Maar wacht even, als je zo'n groot gebouw laat ontploffen, dan betekent dat je daar wekenlang voorbereidingen hebt moeten treffen. Klopt, hoe kan je dat nou op één dag doen? Later heeft hij gezegd van, maar zo bedoelde ik het niet. Bedoelde ik van, laten we alle mensen eruit terugtrekken. Nee, die waren er al weg. Ja, precies. Dus dat is nonsens. Maar goed, dat is zijn excuus.
Maar wacht even. Dus als journalist hoor je dat zo'n man een leugen staat te vertellen. Ja. En je denkt van, laat ik dat nou eens toch een beetje serieus gaan onderzoeken. Maar dan krijg je het, hè. Wat gaat die journalist bereiken? Hè, door zo'n verhaal te... De waarheid, ik doe maar voor. Ja, precies. Maar dat hopen we eigenlijk dat alle journalisten dat doen. Hè? Maar blijkbaar zijn ze selectief. En zijn ze zodanig selectief dat ze schrijven wat, nou ja, wat hun ten gunste komt. En wat niet tegen al te veel haren instrijkt, wat ze vertellen. En waarom zouden ze dat doen? Wat denk jij wat de reden zijn van waarom ze zo selectief zijn? Nou, dus een deel zelfcensuur speelt een rol. Ja, maar ja, carrière. Ik bedoel, je kiest voor een vak. Je wil heel graag journalist worden, goede stukken schrijven. Dat er over gesproken wordt, dat je belangrijk nieuws brengt. En dat je vooruitkomt. En dat wil ieder mens. Je kiest een vak en daar wil je zo ver mogelijk in komen, omdat je het leuk vindt. En blijkbaar zijn er toch remmingen als het heel discutabel wordt. Hè? Of tenminste... Tegen de officiële ingaat, hoe heet het? Kan ook hebben meegespeeld, want het blijkt nu dat ze allerlei feiten niet meer kunnen tegenhouden. Hè? En met ze bedoel ik het bestel, het establishment, het deep state, noem het maar. Ja, ja. Het werkt niet helemaal optimaal. Net zoals het niet heeft gewerkt met de dood van Kennedy. Klopt. Want in eerste instantie zei de Warren Commission dat er maar één mannetje was die dat had gedaan, Oswald. En dan wordt in 1978 door het Huis van Afgevaren nog een keer onderzocht. En die zeggen, nee, hij kan het onmogelijk alleen hebben gedaan. Met andere woorden, er is een sprake geweest van een complot. Dat krijg je hier dus ook. Ja. De vraag is, als dat dit soort eenvoudige leugens niet meer te hanteren zijn, waarom zouden ze niet al lang van tevoren hebben gedacht, laat me nou toch eens meer de waarheid gaan vertellen? Ik weet niet, het publiek speelt natuurlijk ook een rol. Ja. Ik heb het idee dat het publiek het niet altijd eist. Ze zeggen wel eens, men hoort liever een comfortabele leugen dan een pijnlijke waarheid. Ja. En dat speelt natuurlijk een rol. Kijk, ik heb het idee dat we eigenlijk met z'n allen niet nieuwsgierig genoeg zijn naar die waarheid. Die waarheid ook niet altijd per se willen weten. We zijn er bang voor. Misschien is het angst. Ja, angst speelt zeker een rol. Want je hele wereldbeeld dondert in elkaar. Precies. Dan blijkt ineens dat we door gangsters geleid worden. Ja, dat worden we ook. Ja. Maar om dat te kunnen accepteren, moet je stijgen in je schoenen. Ik kan het voor mezelf spreken. Ik bedoel, pas 5 jaar na 2001 begon het kwartje te vallen. Want? Ik was toen wat meer aan het onderzoeken. En het zat me eigenlijk niet lekker. Op de dag zelf heb ik ze live inzien storten op een heel klein televisietje. En ik vond het al vreemd, maar ik geloofde niet dat het een ander verhaal was dan wat die dag verteld werd. Nee, natuurlijk je kunt je niet voorstellen dat daar een inside job gaande is. Totdat ik op internet een paar vragen tegenkwam waarvan ik dacht, die heb ik helemaal niet in mijn NRC en mijn Volkskrant gelezen. Dus hoe kan dat? En toen ben ik zelf ook gaan nadenken. Maar dat duurt wel eventjes voordat je dan denkt van, maar als dat waar is, dan gaan eigenlijk bij wijze van spreken de poorten van de hel open. Want dan is er geen limiet meer. Dan denk je van, als de media al daarin meewerken en overheden zijn tot zoiets dergelijks in staat, dan gaat je wereld op zijn kop. Heb jij kinderen? Ja, ik heb kinderen. Ja, dus je wil niet dat je kinderen in zo'n zwijnen speelde zeker zo een rol. Ja, precies. Dus dat was best hard. Maar uiteindelijk was het gewoon helder. En nog steeds is het nog steeds kristalhelder. We zijn belogen. Het is gewoon een grote leugen. Ja, laten we kijken wat nou de leugen behelst. Die staal, zeg jij, kan niet smelten bij deze temperatuur, maar kan wel verzwakken. Ja, staal verzwakt bij bepaalde temperaturen. Maar zeker niet in het hele gebouw. Niet in het hele gebouw, zeker niet. Maar je moet ook weten dat die torens ook naarmate ze naar onderen zwaarder zijn geconstrueerd. Hè? Ze moeten natuurlijk relatief meer gewicht dragen. Dus het staal was ook veel dikker op de begane grond dan bovenin. Bovendien was het wat dunner. En dat gebouw is ontworpen om dat gewicht overeind te houden. En als dat topje vreemd doet en in gaat vallen,
dan moet het op een gegeven moment stoppen, omdat het staal wat eronder zit, gewoon, daar is niks mee aan de hand. Nee. In principe. Nee. En dat heeft had tientallen jaren had het prima zijn functie gehad. En had bij wijze van spreken wel de top. De snelheid maakt dan ook niet uit. Ja, dat had gekund of hij had asymmetrisch ingestort. Ja. Ik bedoel, ze zijn alle twee op een andere manier geraakt, op een andere hoogte. Maar je hebt ze bijna op dezelfde manier zien instorten. Ja. Ook zo vreemd. Maar als je terugkijkt en je ziet het nog eens en nog eens, dan is het toch gewoon, heeft het een heel erg explosief karakter. He, alles springt weg. Dat is niet de karakteristiek van een... Het verstoft ook meteen. Ja, ook dat. Er zijn geen vloeren. Er is een mevrouw die ook... Judy Wood. En die, dat is ook een deskundige op het gebied van materialen en van bouwkunde en dergelijke. Mm-hmm. En die zegt, waar zijn de torens gebleven? Ja, er is maar heel weinig blijft er van over. Er is ook een heel mooi interview met een brandweerman. Ja. Ik al heel indrukwekkend. Dan zegt hij, nou, we hebben in die puinhopen gezocht. En je vond niks, geen kast, geen deurknop. Het enige wat ik vond was een heel klein stukje telefoon. Dat is het enige wat ik gevonden heb. Dus die vond het ook al vreemd, dat er zo weinig in die puinhopen. Nou ja, normaal gesproken als iets instort, hè, dan heb je natuurlijk beknelling, stapels vloeren die op elkaar zouden liggen. Ja, ja. Hè, dan is, die betonwagen. Dat is niet zo destructief. Maar nu is het alsof alle verdiepingen... Daar iets heeft plaatsgevonden waarbij dingen verdwenen. In ieder geval verbranden of exploderen. Ja, alles verdwenen. Er is niet eens een vingerkootje gevonden, bij wijze van spreken. Ja, heel veel botsplinters. Maar het is geen grote dingen. Dat is het merkwaardige eraan. Ja. Maar dat verpulveren, nou, het is niet eens verpulveren, het verstoffen van het. Ja. Dat vond ik op de eerste dag al vreemd. Zei het meteen tegen mevrouw. Ja. Waar komt al die stof vandaan? He, maar je kon ook zien dat het geen rook was. Het was de bovenste was rook en dan kon je zien, het was donkerder. Zwarte maar rook, ja, de onderkant was helemaal wit. Ja. En je zag het ook door die straat, door die straat heen gaan. Ja. Dus. Hoe kan iets verstoffen? Ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja. Er zijn verschillende theorieën over natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, we hebben in de andere krant, hebben we het nog niet over gehad trouwens, maar... Dat is eigenlijk de aanleiding van het gesprek. Vertel dat eventjes en dan gaan we maar ik zal die verstoffing hebben. Ja, maar we hebben daarin drie theorieën omschreven, drie gangbare theorieën. Want die vraag heeft natuurlijk bijna iedereen. Van hoe kan dat nou, die verstoffing en... Maar er zijn drie theorieën. Je hebt de architects en engineers, waar ik overigens een vertegenwoordiger van ben. Ik ben een petitieondertekenaar. De architects en engineers voor 9/11 Truth. Ja, dat is een groep Amerikaanse internationale architecten. Waarbij je de petitie kan ondertekenen. Dat ook om een nieuw onafhankelijk onderzoek eist eigenlijk. Ja. En ik heb een jaar of 8 geleden heb ik die petitie ook ondertekend. Inmiddels zijn er ruim 3100 architecten en ingenieurs. Je moet je diploma ook inleveren om te laten zien dat je echt architect bent. Die hebben een theorie, die zeggen, er is termiet gebruikt. Termietisch materiaal, nanotermiet en termiet. Wat is dat? En dat is eigenlijk een soort van snijlading. Ja? Dat wordt veel gebruikt om staal door te snijden, maar ook om spoorwegen te lassen bijvoorbeeld. Dat wordt ook met termiet gedaan. Ja. Heeft een enorme... hoge temperatuur tot gevolg. En wat is dat? Is het een straal? Of zo? Nee. Het is eigenlijk roest en aluminiumpoeder. Als je dat samen voegt en je ontsteekt dat, dan heeft dat een enorme thermische reactie tot gevolg, tot wel 3000 graden of zo. Daarmee kan je staal lassen, maar je kan dus ook grote gaten en ook als je het op een bepaalde manier aanbrengt, staal doorsnijden. Als je het schuin. Bijvoorbeeld, doet, dat zie je dan gebeuren. En. Dat is de theorie van architects en engineers. Ja. Dan heb je Judy Wood inderdaad, die met een vrij exotisch wapen komt. Ja, ze vraagt zich af. Ze zegt, ik weet niet wat het precies is geweest. Ze heeft het over gerichte energiewapens, directed energy weapons. Ja. We kennen ze niet. Nee. Dus het is een beetje vreemd. En het is lastig om daar een bewijs voor te leveren. Dus in feite is haar veronderstelling natuurlijk heel juist. Van waar zijn die torens gebleven? Ja. Maar om vervolgens een exotisch wapen te introduceren wat niemand kent. En niemand van het publiek kent. Is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk. Want je kan natuurlijk ook in een hoekje gezet worden. Van ja, maar
Nou, als je dan ziet, die mensen, dat zijn rare mensen, want die hebben het over zulke rare wapens. Ja, maar wacht even. Dus we hoeven dat niet serieus te nemen. Als 70% van het gebouw verdwenen is. Ja. Ja? Verstoft. Ja, ja. Weggewaaid ook. Ja. Of het ligt op de grond en moet met een stofzuiger weggehaald worden uit de straten van Lower Manhattan. Ja. Als dat het geval is, dan en je hebt geen... je hebt geen, laten we zeggen, fysieke verklaringen, fysische verklaringen voor. Maar dan ga je speculeren. Hè? Dan moet je speculeren. Ja, ja. Dat is het gevaar overigens van die theorieën. Kijk, het is heel makkelijk aan te tonen dat de torens, zoals het officiële verhaal gaat, zijn ingestort. Dat is heel makkelijk te weerleggen. Ja. Hè? Dus ja. We kunnen gewoon zeggen, het verhaal is eigenlijk klaar. We hebben voldoende indirect bewijs. Direct bewijs hebben we niet, maar we hebben zo linksom, rechtsom, het is... klippenklaar, het is helder. We zijn belogen. Ja. En we hebben daarmee een vrij brief gegeven aan de NATO en de Verenigde Staten om tenminste terrorisme te bestrijden en daarmee hun invloed te vergroten in verschillende landen. Die vrijbrief, het wordt tijd dat we die eens een keer terugnemen. Ja. Zeggen van, dat is op basis van een duidelijk aantoonbare leugen gebeurd. Ja. Stoppen ermee, trekken die brief in. Want laten we eens even gaan zitten, maar wat jullie zeggen dat er is gebeurd, wat het officiële verhaal is, klopt gewoon niet. Nee, voor geen meter. Dat kan niet. Heel makkelijk. En jullie blijven maar doorgaan met oorlogen voeren en elke keer weer een nieuwe oorlog. Nu staat Iran op de lijst. Klopt. En dat heeft honderdduizenden miljoenen slachtoffers geëist. Dat is vreselijk als je daarbij stilstaat. Ja. Voor mij ook een belangrijke motivator om hiermee door te gaan. Maar die vrijbrief moet dus terug en... is eigenlijk heel simpel. En dit is speculeren. En dat is wat vaak mensen die er niet aan willen, die vragen dan altijd van, ja, maar hoe is het dan gegaan? Ja. En dat ga je op glad ijs begeven. Want ik ben als bouwkundige, ben ik deskundig in ik weet hoe een gebouw in elkaar zit. Ik weet hoe het kan reageren als het dreigt in te storten of als er brand is. Op dat gebied ben ik deskundig. Maar op het gebied van wapens, explosieven, dat weet ik helemaal niet. En dat is het vreemde. Je bent dus eigenlijk verplicht. Je toont een leugen aan, maar je wordt verplicht om een verklaring te hebben. Ja, maar zij heeft ook geen verklaring. Nee, zij niet. Maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn, alle theorieën zijn speculatie. Behalve dan wat architects en engineers betreft, die hebben natuurlijk wel in het stof nanothermiet gevonden. Er is ook... Dat wou ik nou aan je vragen. Ja? Dat moet in het stof ook nog terug te... Maar dat is nooit... officieel onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten. Nee. Wat wel is onderzocht overigens, het stof is onderzocht en daar zijn microbolletjes ijzer gevonden. 150 keer meer dan bij normaal stof, in dit soort gevallen. Ja. Dat zijn hele kleine bolletjes ijzer. En dat is duidelijk een product van een explosief als hoge temperaturen. Van termiet of thermite. Ja, bijvoorbeeld die hoge temperaturen die termiet kunnen bereiken... zou het een indicatie van kunnen zijn. Dus dat is wel officieel bevestigd. Ja. Dat is een ander instituut geweest die dat onderzocht heeft. R.G. Lee. En die hebben dat gewoon aangetoond. Maar er wordt niks mee gedaan. Maar het is wel een mogelijke aanwijzing voor het mogelijke gebruik van snijladingen dan wel explosieven. Dus dat is wel concreet. Maar ja, een energiewapen... We kennen het niet. Dus dat is speculeren. Okay, dat is gevaarlijk. Dus drie theorieën heb je. Die andere is de thermonucleaire theorie. Er zijn twee wetenschappers, Dimitri Kalesov en Heinz Pommer. Dat is een Duitser die de laatste tijd wat meer lezingen geeft en wat meer publiciteit geeft aan zijn theorie. Ja, dat kennen wij ook niet. Hè? Ik bedoel, we weten wel dat er een atoombom is, maar we weten niet dat je gericht een gebouw kan laten instorten. Allemaal heel erg interessant om dat te lezen. Ja. En denken van, dat zou het mogelijk kunnen zijn. Maar eigenlijk hoeven we ons daar niet mee bezig te houden. Moeten we gewoon zeggen, we zijn belogen. Laten we daar nou eens stoppen. Laten we nu eens gewoon zeggen, zorg dat je een goede commissie bij elkaar krijgt van allemaal wijze mensen. Ja. En laten we nog eens naar de bewijzen kijken die er zijn, die indirecte bewijzen. En laten we eens gaan kijken of er nog iets te vinden is van... forensisch bewijs, want natuurlijk alles is weg. Dus je kan eigenlijk de staal niet meer onderzoeken. En naar China. Dus dat forensisch onderzoek zal lastig worden. Dus het directe bewijzen vinden wordt gewoon heel moeilijk.
Maar nog gewoon eens kijken naar alles wat er is. En eigenlijk hebben we natuurlijk al het grootste burgeronderzoek gehad van de hele wereld. Want als je ziet hoe enorme hoeveelheid boeken er al over geschreven zijn, hoeveel video's er zijn. Mm-hmm. Het is het grootste intelligentie, hoe zeg je dat? Nee, grootste onderzoek. Kennis. Ja, precies. Kennisverzameling die je maar kunt voorstellen in de wereld. In de hele wereld. Iedereen is ermee begaan. Ziet wat de gevolgen zijn. Dus dat zouden we moeten eisen eigenlijk. Want we weten dat we belogen zijn. Het onderzoek naar wat, speculeren over wat het geweest is, is heel gevaarlijk. Want als je. Ik bedoel, er zijn dus een aantal. Ik probeer alleen maar aan te geven dat er een aantal dingen nog steeds volkomen onverklaarbaar zijn. Klopt. Ja. Ook door de mensen die zeggen: maar het is absoluut een inside job. Maar we weten eigenlijk niet wat er gebeurt. En dat moet je gewoon durven erkennen en zeggen: van daar is dat onderzoek voor nodig. Maar wat we in ieder geval 100% zeker weten, is dat het een leugen is geweest. En dat het niet door de kerosine is gekomen opvlamde en toen doofde. Je hoeft er niet eens een bouwkundig ingenieur voor te zijn. Dat om weet. Te zien dat het dat niet kan. Dat het niet klopt. Nee, zeker. Er is te veel verzameld. We hebben nog iets anders. Even om terug te komen op die termiet. Er is in de badkuip, noemen ze dat. Ja, dus klopt. Laten we zeggen de ondergrond. Slotte steen gevonden. Hè? Ja, de ondergrond is enorme hoeveelheden brandende molten steel, gesmolten er zijn staal. Getuigenverklaringen, hoe kwam dat daar? Nou ja, kijk, dat is waar Heinz Pommer en Kalesoff een theorie over hebben. Die zeggen, het is ground zero. Het heet niet voor niks ground zero, omdat er nucleaire explosieven zijn gebruikt. Ja. Nou ja, dat gaat gepaard met ook zulke hoge temperaturen. En dat kan mogelijk het gesmolten steen verklaren. Dat nou, daar onder de ground zero zat. Ja, ja. Daar hebben ze die badkuip al wel gemaakt natuurlijk. Dat is een soort van fundament. New York heeft een enorme rots ondergrond. Je hoeft eigenlijk nauwelijks te heien om daar een geweldige toren neer te zetten. Dat is ook het gunstige. Lekker goedkoop, precies. En dat zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar het feit dat daar zoveel molten steel, dat ze ook niet kunnen. Maandenlang konden ze het niet dempen. Nee. Het was zelfs vanuit het heelal. Heel veel regen. Via hoe heet die dingen ook alweer? Satellieten. Satellieten was het herkenbaar. Je kon het nog zien dat het daar doorbrandde. Infraroodcamera's kan je zien wat de temperaturen waren. Maar, meer dan 1000 graden. Maanden daarna nog, na regenbuien van alles. Dat is ook buiten het officiële onderzoek gehouden. Omdat. Het werd ontkend door het NIST, hè? Die Graham Sunder, die ontkent het. En waarom zouden ze dat hebben gedaan, denk je? Omdat ze een andere opdracht hadden waarschijnlijk. Jawel. Verklaar. Ja, nee, begrijp ik. Maar als je als brandweerlieden je vertellen van maanden later zaten we nog met die. Kan je toch zeggen van ik heb ze niet gezien, die poelen? Dat zegt hij ook echt in die video. Ja, nee, dat kan hij wel niet gezien. Nee, maar dan ben je geloofwaardigheid onmiddellijk kwijt. Blijkbaar werkt het, want van officiële zijde heeft hij niet een tik op zijn vingers gekregen van dat heb je niet goed gedaan. Het is net alsof ook ze van tevoren ook, en dan bedoel ik de staat, de deep state, de mensen die dit hebben veroorzaakt, dat die van tevoren al hebben gedacht, we krijgen de pers mee. We kunnen op de pers vertrouwen dat ze dit verhaal een voorspelling konden maken. En ja, ze kennen ook de psychologie van de mens natuurlijk. Het publiek kennen ze ook goed. Ze weten hoe ze dat moeten bespelen. Ja, als je maar. Angst is een heel goed middel, hè? Ja. Zorg dat je een gemeenschappelijke vijand hebt. En het volk verbroedert zich en smeekt de leider om bescherming. Dat is een makkelijke manier om te regeren. Er komt nog iets anders bij. Ze hebben namelijk geen andere middelen meer om te regeren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Als je kijkt naar het populisme, de opkomst daarvan, dan blijkt dat bestaande politici eigenlijk hun geloofwaardigheid al geruime tijd kwijt zijn. Hoe hou je een massa in het gareel? Er zijn twee manieren. Hè? Hoe? Geweld of misleiding. Ja. Nou ja, gelukkig hebben wij hier in het Westen niet al te veel te maken met geweld, maar misleiding is er zeker.
Nou, dat is de manier. En angst dus. Daar, ja, daar angst, komt het. Daar komt het in feite op neer. Ja. Even als burger van Nederland. Ja. Wat betekent het voor jou dat er een systeem kennelijk is op dit moment dat zich alleen nog maar via het bespelen van de angst weet te legitimeren? Wat betekent dat voor jou als, individu, voor je verwachtingen, voor je hoop, voor je angsten, voor whatever? Dat is een hele diepe vraag. Wat betekent dat? Ik houd me wel eens wakker ook. Dat. Ja, wat betekent het? Dat de wereld niet zo in elkaar zit als je zou willen. Dus daar moet je dan iets tegen vinden waarbij je het nog aangenaam vindt hier. Hè? Ik bedoel, als je daar echt diep in duikt, denk je van ja, maar zo wil ik dat helemaal niet. Zo mag het ook helemaal niet zijn eigenlijk. En dan is het heel belangrijk dat je, nou ja, zoals ik een goed huwelijk heb, fijne kinderen, werk en nou ja. Zeg je vrouw nooit, hou er nou eens mee op. Ja, heel soms, maar ze vinden het ook wel interessant. Ik ga er wel eens te ver in hoor. Ik bedoel, eigenlijk is het gewoon, deze bezigheid is vrij ongezond. Want je komt niet meer aan sporten toe bijvoorbeeld. Nee. En, je besteedt wat minder tijd aan je vrouw. En je ik zou een oude man willen lezen, maar ik hou me alleen maar met de non-fictie bezig. Ja, ik ben alleen maar met dit. Je bent er bezeten van. Ja, ik ben er meer bezeten van geweest. Ik ben ook heel erg boos geweest. En sinds ik die boosheid erover niet kwijt ben, maar een plekje heb kunnen geven, klinkt een beetje zijig. Maar, ja, nou, dat je er iets mee kunt doen in elk geval. Ja, het feit dat ik ermee bezig ben, dat ik organiseer, dat ik lezingen organiseer, dat ik er iets aan doe, helpt mij wel om daarmee om te gaan. Was dus, 9/11 voor jou de eerste keer dat je dacht van, hé, dit hele systeem deugt voor een meter? Mei 2006. Mei 2006. Ja, dat weet ik nog goed. Ja. Wat dan? Nou ja, ik zat al een paar weken wat dieper te graven. En, de film United 93 kwam uit. Ja. En ik heb in een grijs verleden wilde ik piloot worden. Ik heb ook een tijdje luchtvaartkunde gestudeerd. En dus die combinatie van gebouwen en vliegtuigen, ja, dat deed iets bij mij. En ik was heel nieuwsgierig naar die film. United 93. En daar ging ik op Google of daar recensies over waren. Maar tegelijkertijd kwam ik websites tegen die hele interessante vragen stelden over het gebeuren op 9/11. Toen dacht ik, wacht even. Toen het gebeurde, herinnerde ik me dat ik het eigenlijk vreemd vond wat er gebeurde. Dat ze zo explosief instorten. Ja. Ja, toen kwam het een en het ander. En dan heb je een paar slapeloze nachten te gaan. Die had ik voor de boeg. Ja. En op een gegeven moment dan denk je van nee, het is inderdaad anders. Maar je had daarvoor, laten we zeggen, voor 2001, had je niet dat je al aan de twijfelde aan het systeem waarin we zitten? Helemaal niet, joh. Ik was lekker aan het werk. Ik had een prachtig vak. Het ging hartstikke goed. Ik had het naar mijn zin. Alles werd steeds beter. Ik kon een steeds groter huis kopen. Een steeds dikkere auto. De opdrachten waren hartstikke interessant. Ik was er helemaal niet mee bezig. Nee. Nee. Je had er geen tijd voor. Ik had er helemaal geen tijd voor. En dat zie je nu ook nog wel bij veel mensen, dat ze geen tijd hebben als je zegt van... Hoe reageerden jouw collega's erop? Toen je zei van jongens, wij als vakmensen moeten... Ja, dat was lastig. Dat was lastig. Het was in 2006. Ik was toen partner bij een Rotterdamse architectenbureau. Ik had drie andere partners. En ja, wat ik ontdekte, ik was er zo van ondersteboven. Ik dacht, ik laat het aan mijn collega's zien. Ja. En ik had wat er toen al was, er was niet veel nog, maar er is later nog veel interessantere onderzoeken zijn er geweest en beeldmateriaal. Dus ik heb een verhaal verteld. Maar het wilde er niet in hoor. Nee? Nee. Maar één en één is twee. Ik bedoel, als jij gaat twijfelen, je bent vakman, dan kun je verwachten dat je collega's ook gaan. Nou, dat zie je toch wel. Ja. Maar blijkbaar zit het bij heel veel mensen, is er daar toch een slot op of zelfbescherming eigenlijk. Die zegt van, ja, maar het is onzin. En dat kan je behoorlijk ongestraft doen. In welke opzicht? Je kan, het leven moet er ooit een keer een rekening voor betalen. Ja, het leven gaat door. Hè. Ja, je kan je kop in het zand steken. En denken dat het leven niet door. Lang. Want op een gegeven moment gaat al 18 jaar goed, hè? Ja, nee, maar ik bedoel, op een gegeven moment gaat het systeem van binnenuit. Gaat het uit elkaar vallen? Ik bedoel, als je in de geschiedenis kijkt en je kijkt naar Imperia, hoe die uiteindelijk in elkaar storten, wanneer nooit doordat de barbaren voor de poort staan, nee, omdat de barbaren die in
de binnen de muren actief zijn, allang de voorwaarden hebben gecreëerd om het systeem ineen te laten storten. Dat had al moeten gebeuren eigenlijk. Maar ja. Het duurt maar. Ja, 2008 is een ander voorbeeld daarvan. Ja. Hoe dus mensen die met niet bestaand geld hebben gespeculeerd, uiteindelijk zo slim zijn geweest, dat wij gedwongen werden om hun te betalen voor het feit dat zij de boel hadden geflasht. Dat is toch een hard gelach. Ja, het enige wat ik dan kan zeggen is van ik ben ook alles een beetje kwijtgeraakt wat ik had. Ja. Maar ik heb wel heel veel vrije tijd ervoor teruggekregen. Want ik had ineens geen werk meer. Of tenminste, op een hele andere manier had ik werk. Dus ik had heel veel tijd om te onderzoeken. En ik wilde echt wel eens weten van hoe kan dat nou? Is dat nou een natuurverschijnsel, zo'n crisis? Of zit daar een mechanisme achter? Mm-hmm. Dus na 9/11 kwam de volgende stap, het financiële systeem. Ja. Nou ja, dan gaan er nog meer poorten open. Nou, dan storten er nog meer gebouwen in. En heb ik nog een vraag aan je. Ja. We hebben nu over die twee gebouwen gehad. En over de... Zeven, hè? Nummer 7, waar dus ook allerlei geheim materiaal opgeslagen was. Hè, die dus op die manier kon verdwijnen. En Zelfs die verdieping waar onderzoek gedaan werd, die stond het meest in brand. Dat is ook nog wel de 13e verdieping van Toren 7. Ja. Daar werd het onderzoek verricht. Daar zat de SEC, dus een soort van economische... Ja, controledienst. Ja, en die zaten in het Enron-schandaal, geloof ik, onderzoeken. En die had ook nog eens dat Donald Rumsfeld de dag ervoor zei van ik kan 2300 miljard... ik weet niet waar ze gebleven zijn. Ja, die zijn weg. Het werd ook onderzocht, maar er werd dan weer in het Pentagon onderzocht. Juist in die vleugel die geraakt werd. Als we even de Pentagon nemen, dan zie je dat eigenlijk een gat is. Dit is gevaarlijk terrein. Vertel. Nee, in de zin van, er is een enorme tweespalt binnen de waarheidsbeweging over 9/11. Er zijn partijen die zeggen van ja, maar het is duidelijk een vliegtuig geweest. En er is een andere partij. Het is een raket geweest. Okay. Het gevaarlijke daaraan is dat mensen die het eens zijn over dat we belogen zijn, die gaan elkaar de tent uitvechten. Ja, alle kracht verliezen natuurlijk. Doen wij niet gaan mee. Wij niet doen. Nee. We doen niet mee. In de hele omgeving daar waren camera's. Ja. Die zijn ogenblikkelijk, binnen een uur, zijn die camera's, binnen de Pentagon vielen, zijn die de banden daarvan opgevraagd door geheime dienstmensen? Ja, FBI, whoever. Ja, dat is één filmpje, hè? 6 frames. Ja, precies. En wat 2006 kwamen er, niks. Niks? Ja, een explosie. Ja, een wit streepje en dan zie je ineens een explosie. Ja, je ziet daar geen vliegtuig. Nee. Dat kun je niet zeggen. En toch wordt het als verklaring gegeven. Maar waarom geven ze dan niet, als het een vliegtuig is geweest, waarom geven ze dan niet de beelden vrij dat het een vliegtuig was? Het zou makkelijk zijn, hè? Dus de camera's. Dan ben je meteen klaar. Dus maar dat kunnen ze dus niet, want er was geen vliegtuig blijkbaar. Exact. Ja. Om dat te accepteren, die enorme, laten we zeggen, de misbruik van macht, verandert ook je hele wereldbeeld. Dat kan niet anders. Hè? Ja. Want je ontdekt dan, we worden geleid door gangsters. En dat kunnen de meeste mensen niet. Denk je dat het bestel, de mensen die dit hebben voorbereid en uitgedacht hebben, daar rekening alvast mee hielden? Dachten van, het is zo'n grote leugen, daar trap iedereen in. Want als je daar niet intrapt, dan moet je wel knettergek zijn. Ja. Denk je dat ze dat van tevoren... Dat was natuurlijk al een bekend gegeven. Adolf Hitler riep dat al, hè? Ja. Zijn dubbels. Nee, het was Hitler die Hitler zelf in Mein Kampf heeft geschreven. Ja. De leugen moet maar zo groot mogelijk zijn. Ja, en zo vaak mogelijk herhalen. Dat gebeurde natuurlijk ook. Hè. De dagen na 9/11 zag je alsmaar weer die toren instorten. Het moest natuurlijk ook traumatisch zijn. Hè. Ik bedoel, een traumatische gebeurtenis heeft natuurlijk ook impact. En dat bewerkt mensen natuurlijk ook op een bepaalde manier. En daardoor zou in feite jullie werk allemaal belangrijker worden. Want de trauma hebben we nu... Ja, dat is achter ons. We hebben nu een hele generatie die het niet als zodanig heeft meegemaakt. Die is volwassen aan het worden. Hè? Ik bedoel, het 9/11 verhaal is dit jaar, wordt 18, wordt volwassen eigenlijk. Ja. Dus we hebben straks ook volwassenen die het niet één op één hebben meegemaakt. En dus helemaal niet hebben geweten hoe de wereld eruit zag voor 9/11.
Hè, die dus niet de War on Terror, die altijd de War on Terror hebben gekend. En niet zoals wij ook een periode hebben gekend waarbij geen legitimering was om eens even grootscheeps geweld in te zetten. Natuurlijk alweer andere verhaaltjes. Natuurlijk wel ja, maar niet dit. Dit is natuurlijk fantastisch, want je kunt generatie na generatie kun je door. Want wat betekent het? Ik weet niet of je nog wel eens reist, maar dat is toch vreselijk? Ja. Als je naar het vliegtuig gaat en je moet door allerlei scanapparaten. Ja. Jullie gaan, en jullie, dan bedoel ik mee de stichting, die gaat op 22 juni. Dan hebben aanstaande. We, ja. Ja? Dus dat is over, nou, is al snel, dat is over bijna iets meer dan 2 weken. Ja. Hebben we weer een congres. En, een jaarlijks congres is het. Ja, we proberen er vaak 2 per jaar te doen als het een beetje lukt. Maar dit jaar hebben we een hele speciale gast, dat is Danielle Ganser. Wie is dat? Dat is een Zwitserse historicus die erg goede lezingen houdt. En dat is ook een vredesonderzoeker, dus die houdt zich vooral bezig met de conflicten na de Tweede Wereldoorlog. En hij hamert voortdurend op het feit dat wij alle NATO-landen, of alle Verenigde Naties-landen, eigenlijk alle landen in de wereld, een paar na, met elkaar hebben afgesproken na de Tweede Wereldoorlog, dat we geen geweld mogen gebruiken, geen ander land mogen binnenvallen. Ja, dat een oorlog dus altijd illegaal is, eigenlijk. Als er, tenzij jij zelf aangevallen wordt binnen je land. Ja. Of dat de Verenigde Naties zegt, de situatie daar is zo, jullie krijgen een mandaat om daar aan te vallen. Maar alle conflicten hebben nooit dat mandaat gekregen. Dus alle conflicten die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden, zijn allemaal illegaal. Maar goed, daar heeft hij een heel mooi verhaal over. En, daar sta je eigenlijk nooit bij stil. Hè? Nee, dat is raar. Hè? Ik bedoel, er is gewoon wetgeving tegen. Maar er is niemand die dat inroept. Hoe kan dat? Ja. Ja, je mag geen agressieoorlog beginnen. Nee, absoluut. Dat is in Nuremberg bepaald. Ja, klopt. Ja, ja. En dus die Verenigde Naties bekrachtigd. Dat is gewoon wetgeving is daarvoor. Internationale wetgeving. Er wordt met voeten getreden. Ik heb het al en we staan erbij en kijken ernaar. Ik heb het al eerder gevraagd aan 2 andere gasten met wie we bespraken, de 9-11. Hoe heet het? Wij zitten nu tot 2021 zit Nederland in Afghanistan. Mm-hmm. Maar we weten dat er geen enkel concreet bewijs is dat Afghanistan betrokken is geweest bij deze aanslagen. En ook niet Osama bin Laden. Ja? Die gezeten zou hebben. Dus Nederland zit al die tijd. We lopen keurig mee met de Verenigde Staten. Ja, maar het is een agressieoorlog. En we weten uit Nuremberg dat een agressieoorlog niet mag. Dan moet je een bewijs hebben dat jij daadwerkelijk bent aangevallen. Nou, dat hebben we dus niet. Nee. Dus wat hebben jullie dat als stichting, een politici ooit is uitgenodigd om te vragen, wat is nou, dit heeft miljarden gekost. We nodigen een regel, dit heeft miljarden gekost inderdaad. Dat gaat van belastinggeld af. Ja. Hè? Dat kun je ook hele mooie dingen mee doen. Onderwijs, kunsten, wetenschappen. Infrastructuur. Infrastructuur, volkshuisvesting. Volkshuisvesting is een hele belangrijke. Die miljarden gaan naar Afghanistan toe. Om daar wat te doen. Dat weten we ook niet. Want de Taliban is aan het winnen. Oorlog tegen terreur. Maar waarom nodigen jullie dan niet die politici uit? We nodigen regelmatig politici uit. Mensen die we ook uitnodigen. Die we ook maar graag stel erbij je dan zouden die vraag, hebben. Wat is jullie... Ze komen nooit. Ze komen nooit? Een enkele keer is er eens eentje die langskomt. Waarom niet? Dat is het argument. Of niet geïnteresseerd. Niet geïnteresseerd. Nee, misschien niet. Of bang dat... dat ze geen antwoorden hebben op de vragen die ze krijgen. Ja, nee, je zou ze het liefst in een panel hebben inderdaad. Maar het blijft moeilijk gegeven. Iedere keer als wij een congres organiseren, neem bijvoorbeeld het congres in 2015 met Richard Gates, hebben wij niet georganiseerd. Dat is door Studium Generale in Delft georganiseerd. Maar ik heb Studium Generale toen wel gevraagd of ze Richard Gates een podium wilden bieden. Ja. We zijn dan in dat soort gevallen zijn we altijd op zoek naar mensen die technische uitleg wil geven van het officiële verhaal. Ja. Dus hoogleraren, toen was het TU Delft. Dus, dus daar zijn er genoeg die het verhaal, het officiële verhaal, makkelijk zouden kunnen uitleggen of zouden kunnen verdedigen. Ja.
Ze komen niet, ze hebben geen tijd. Ziek, zwak en misselijk. Ja, precies. Geslagen door een vrouw. Dus, iedere keer is er weer... Nou, dan krijgen we het niet voor elkaar om een goed debat bijvoorbeeld te organiseren. Wat we graag zouden willen. Want daarmee zou je kunnen kijken waar zitten onze gedachtenfouten en waar zitten hun gedachtenfouten. Ja. Ik heb eens één keer een hoogleraar zover gekregen, bijna zover gekregen. Dat was in 2011, ook bij een lezing van Gage. En die was in eerste instantie bereid. Toen zei ik, nou ja, ik stuur in ieder geval informatie waar wij onze kennis vandaan halen. Die stuur ik u ook toe. Dan weet u waar u staat, hè? Straks als u het officiële verhaal gaat verdedigen. Waar u antwoorden op zo'n precies, ja. Nou ja, dat was zo overduidelijk. En er zat ook een boekje bij van professor Herwijnen. Ja. Dat is een hoogleraar in Eindhoven die een boekje heeft geschreven met 23 instortingen. Leren van instortingen heet het boekje ook. Ja. En daar staat ook de instortingen van 11 september in beschreven. Ja. En van alle instortingen die hij in het boekje beschreven heeft, is dit de enige die hij niet kan verklaren. Dus nou, dat was natuurlijk een collega van de man die gevraagd had. Ja. En ik denk dat dat wel de reden is geweest waarom hij zei van, nou, ik kan het verhaal niet verdedigen, want hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Dus toen heeft hij afgezegd. Toen heeft hij afgezegd. Ja. Waarom? Nou, omdat hij informatie had die hem toch heeft doen nadenken. En dat hij waarschijnlijk minder overtuigd was. Dat je dus gedwongen wordt om je gedachten te herzien. Of, ja, maar goed, dat wilde hij in ieder geval niet meer op het podium doen. Dat heeft hij waarschijnlijk in alle stilte heeft hij ingezien dat hij dacht van... Nee, ik heb het misschien toch wel bij het verkeerde eind, maar daar niet voor uit willen komen. Maar waarom denk jij... Pas na zijn pensioen misschien, maar... Ja, dat gebeurt vaak. Ja, Ook in de Verenigde Staten. Hè, dat mensen die dan jarenlang, decennia lang bij de CIA hebben gewerkt, ineens een boekje open doen. En dat je dan hoort van hoe het werkelijk in elkaar zit. We hebben niks te verliezen meer, hè? Die hebben een pensioen en dan... Ja, dan precies. Hoeven we geen carrière meer te maken. Waarom ga je het dan toch door? Wie? Jullie. Wij gaan toch door, ja. Omdat het is nog niet voor elkaar, het is nog niet gebeurd. Je weet dat je tegen een muur van onbegrip en van cynisme... Je wordt voor gek verklaard. Ja, zeker. Dan wordt om je gelachen. Waarom ga je dan toch door? Toch door, omdat we een doel te bereiken hebben. En omdat we ervan overtuigd zijn. Dat wat wij verkondigen de waarheid is. En daar moet gewoon wat mee gebeuren. De 22 juni, dan is die meneer Ganser. Ganser. Die, en Kees van der Pijl. Nou, is er ook bij uitgenodigd. Er komt daarna een panel. Een vraag en antwoord. George van Hout zal het panel voorzitten en vragen stellen uit het publiek. En ik denk dat het heel interessant gaat worden. En het is bij onze oosterburen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland... is die enorm populair. Zijn de lezingen altijd uitverkocht. Ja. Volle zalen. Ja. Dus die man heeft wel wat interessants te vertellen. Hij doet het overigens in het Engels, hè, dus dat kan hij ook. Spreekt ook vloeiend Italiaans, heb ik inmiddels al gezien. Okay. Dus men hoeft niet bang te zijn dat ze naar een Duitse lezing hoeft te... Want het gaat in het Engels. Ik heb twee dingen nog. Waar kun je die krant krijgen? Aanstaande zaterdag staan we in Rotterdam. Waarschijnlijk op het Eendrachtsplein. Dat delen we ze uit. We hebben afgelopen zaterdag hebben we op de Noordermarkt gestaan. Hij is gratis. Dus, en als je daar niet bij kan zijn, op de website deanderekrant.nl is er te zien hoe je hem kan bestellen. En dan bij voorkeur meerdere exemplaren, zodat je ze kan verspreiden. En het is natuurlijk gebaseerd op giften van het publiek, hè, donaties. Dus wordt er wel gevraagd of je... Als je wil, wat over wil maken. Ja. Ik geloof niet dat we uit de kosten zijn. Of dat ze uit de kosten zijn. Nee. Maar het blijft wel belangrijk om die steun te betuigen in financiële zin. Want dat blijft voor ons natuurlijk ook altijd een lastig verhaal. Hè? We hebben een belangrijke boodschap te brengen. Maar ja, je loopt achter op het systeem, het bestel zoals jij zegt. Ja, die zich al heel een oester slaat. Ja, ook dat. En ja, wij hebben eigenlijk hele beperkte middelen waarmee we telkens moeten doen. Dat is natuurlijk een hele uitdaging. Maar ja, een website hoeft niet zoveel geld te kosten. Nee.
En dat gaat veel energie. Kan je best wel een hoop bereiken. En social media natuurlijk speelt ook een belangrijke rol. En 22 juni, hoeveel kost het om bij... €20 voor volwassenen, €15 voor volwassen studenten. Ja, en... Of niet volwassen studenten mag ook. Ja. €15. En waar is het? De Le Mar Theater in Amsterdam. Oh. Het begint om 3:00 en duurt tot 5:30. Het is en daar kun je ook via de internet kun je zien waar en wanneer. En ja, bij onze, op de website van onze stichting, 11september.eu. 11september.eu. Ja, Europese Unie. Dat is precies, daar kan je de gegevens vinden bij de andere krant. Ja, ja. En daar, het theatersite van de Le Mar, ook, daar kan je ook de kaartjes ook bestellen. Maar hou het op een centraal punt. Ja, precies. Nee, daar op de Le Mar, daar kan je echt de kaartjes kopen. Bij ons kan je de informatie vinden, maar bij de Le Mar kan je de kaartjes echt daadwerkelijk kopen. Wico, hartelijk dank. Ga door. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dat gaan we zeker doen. Oké. Wat een leuk gesprek.